Zoals u ziet ben ik een oude zak. Volgend jaar word ik 60, dus ik ben echt een babyboomer. En jullie denken allemaal dat babyboomers dit deden, maar dat is niet echt zo. Ze deden dit. Als ik voor managers spreek, ze moeten dat beter begrijpen, zeg ik dat wij niet efficiënt neukten. We deden het genoeg, maar de resultaten waren niet goed. Onze ouders deden dat veel beter. Je ziet het rechtboven, wij deden dat. En jullie weten het, dat onze kinderen het veel beter doen, want jullie zien het allemaal in jullie klassen, er komen er steeds meer bij. En dat is gewoon, dan denken jullie natuurlijk, er komen zeer veel kinderen bij, maar het is nog altijd niet genoeg. Waarom is het niet genoeg? Omdat je 2,1 kind nodig hebt om gewoon de maatschappij te herstellen zoals dat die al was. Je hebt eigenlijk 2,2 nodig. En we doen het nog altijd niet. Ondertussen zitten we weer aan 1,7. Jonge vrouwen geloven het niet, maar je past je eigenlijk aan de economie, ook voor het hebben van kinderen. Dus het is weer 1,7 geworden. Wat is die ramp? De ramp is dat we in 2020 van de 100 mensen die vertrekken op de arbeidsmarkt, maar 60 zullen binnenkrijgen. En u moet ze, heeft Dirk van Damme, u hebt dat niet gehoord, u moet vanavond naar het nieuws kijken daarvoor. Dirk van Damme heeft van de OESO heeft vandaag ook gezegd van we moeten nog veel meer mensen hoger opleiden. Hij heeft absoluut gelijk. Want dit wordt natuurlijk de reuze ramp voor de toekomst. En vandaar dat het misschien wel juist is dat er minder leerkrachten gaan zijn. Je gaat gewoon de mensen onmogelijk nog vinden. Want wij zijn ook al bang van economische migratie. We zijn ook bang van een meisje met een hoofddoek. En dus de toekomst zal helemaal anders zijn dan het verleden. Dit is het verleden en het heden nog altijd, namelijk de werkgever, ook in onderwijs, beslist wie er in dienst komt. Maar de toekomst is dit. En dat wil dus zeggen dat als je als instituut onderwijs niet verandert, dat de mensen niet voor je zullen komen werken. Dat is de concurrentieslag van de toekomst. Iedereen, iedere organisatie, tegen iedere organisatie, of je nu publiek of privé bent, tot niks ter zake, zal moeten vechten op dat mensen willen werken voor je. En dus als je de idee hebt over onderwijs dat veel mensen nog hebben, ga je een reuze probleem hebben. En wij zaten met een reusachtig probleem in 2005 om te detecteren hoe we moesten veranderen. Want ons idee was, je moet veranderen, je aanpassend aan de mensen die bij je binnenkomen en vooral hun cultuur. En hoe word je een aantrekkelijke werkgever voor millennials? De mensen die geboren zijn 1984, 85. En degenen die nog altijd bij jullie in de klas zitten natuurlijk. Want hoe denken die mensen? En op dat moment waren er heel weinig studies over. Er was heel weinig over geweten. Ondertussen is er het fantastische boek uitgekomen, De Jeugd is Tegenwoordig, van Pedro de Bruyckere, die hier niet kon zijn, maar Bart Smits, die hier wel is. Je moet hier ergens rondhangen waarschijnlijk. En ik was onwaarschijnlijk gelukkig toen ik dat boek las. Wat was het, 2009, 2010? Want de intuïtie die wij hadden over millennials, dat bleek redelijk te kloppen met wat die mensen daarin schreven. En ik wil met jullie daardoor, want het gaat over de cultuur van die mensen. Als je natuurlijk in jouw organisatie niet de cultuur van die mensen overneemt, dan willen ze gewoon niet voor je komen werken. Zo eenvoudig is het. En dus het eerste, en daar zijn we natuurlijk het meest bekend voor in de sociale zekerheid, dat is, wij vinden het onwaarschijnlijk belangrijk dat de mensen die bij ons werken zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen over hoe ze hun werk doen. En niet alleen hoe ze het doen, maar ook wanneer en waar ze hun werk doen. Dat beslissen zij over het algemeen zelf. Je moet natuurlijk al je processen dan veranderen wanneer dat je zegt, de mensen kunnen zelf beslissen. Het hoeft niet thuis te zijn, het mag natuurlijk ook in de McDonald's zijn. Om dat toe te laten. En dus moet je ervoor zorgen dat al je processen digitaal zijn. Als ik dat zeg in de banksector, dan zeggen ze dat is al zo bij ons. Waarom moet je daar dan 3 keer naartoe om een handtekening te zetten? Digitaal wil zeggen geen papier. Papier ten andere is wanneer mensen thuis werken, pesten buiten het werk. Je hebt altijd iets vergeten. En dan moet je je collega lastigvallen om dat te krijgen. En je kunt dat natuurlijk, want velen van jullie hebben Peter Hinsen gehoord. Op dit ogenblik kan alles gedigitaliseerd worden en kunnen de dossiers, kunnen de zaken die je moet lezen, kunnen eigenlijk jou volgen, je moet ze niet volgen. Dat is de reden waarom dat de mensen vroeger natuurlijk naar Brussel kwamen. En u hebt het gehoord van Peter, dat is juist. En wie vindt dat absoluut dat dat juist is, dat zijn de millennials. En dat is niet alleen omdat ze dat vinden, dat is ook iets omdat ze dat voelen.
Zij willen niet werken in een organisatie met oude technologie. Niet te luid lachen in onderwijs, denk ik. Maar het is ook zo in de privésector. Tot 3-4 jaar geleden, als ik ergens ging presenteren, zeiden ze, je werkt toch op Windows 2003, hè? Dat is nog altijd zo. En als je dat doet met millennials, heb je een reuze probleem. Want het is deze generatie. En vroeger stond daar BlackBerry. Wie wilde nu nog een BlackBerry? Zij willen kunnen werken wanneer zij willen, op de plaats die zij willen en ook met het spul dat zij willen. Want dat is iets, zeker wat babyboomers, maar ook wel veertigers, Generation X'ers, absoluut uit het oog verliezen. Dat is, wij gebruiken iets in onze handen om te telefoneren, zij niet. Ze telefoneren om te beginnen al heel weinig, ze sms'en vooral. Maar wat ze vooral doen, is tonen wie ze zijn met wat ze in hun handen hebben om mee te telefoneren. Dat is identiteit. In de meeste bedrijven krijg je identiteit. Je krijgt je telefoon of je laptop. Dat willen zij niet. Ze willen met hun eigen spullen werken. En dus bring your own device, use your own device is de toekomst. Ik heb dat ook aan mijn mensen gezegd van IT. Binnen 1,5 jaar moet dat in orde zijn. Zodanig dat iedereen zijn eigen spullen kan gebruiken en wij betalen hen terug. Natuurlijk zei IT, zoals altijd, dat het niet kon. Het kan nooit van IT. De meeste bedrijven worden eigenlijk door de mensen van IT bestuurd. U weet dat ook. Wel ja, wij zijn geen zachte organisatie. Ik heb gezegd, als het niet lukt, leggen jullie eruit. En het lukt. Je zegt, in zo'n omgeving krijg je een pak creativiteit. Dat is waar, maar het is niet genoeg. Je moet nog een pak meer doen in je organisatie om de creativiteit, waar Dirk daarnet op alludeerde, naar boven te laten komen. En het eerste wat je moet opletten is, hoe ruikt het bij jullie? Als je ergens binnenkomt, ruik je de baas. Je moet daar eens op letten. En je moet eens denken wat de mensen ruiken als ze bij jullie binnenkomen. Het niet luid zeggen nu, maar dat is wat er gebeurt. Als het zo ruikt, heb je een reuze probleem. Want dan heb je een organisatie die zo georganiseerd is. En je weet hoe dat er dan gebeurt. De baas staat altijd voor zijn mensen. Als het geen oorlog is, dan staan ze er wel achter. Ze staan dan altijd achter een mens, wanneer dat het zo is. En ik ken dat, dat soort directies die dan zegt, ga het maar uitleggen wat er verkeerd is gebeurd. Dat heb je niet nodig. Je hebt een omgeving nodig die er zo uitziet. Waarbij de bazen, de chefs, tussen hun mensen zitten. Worden ze beter betaald? Absoluut. Hebben ze meer verantwoordelijkheid? Absoluut. Maar al de andere prerogatieven zijn er niet meer. Je moet dus onder je mensen zitten en dus moet je een totaal andere soort chef zijn in die organisatie of de organisatie van de toekomst. Anders gaan die, ik ga het nog eens herhalen, die millennials niet bij jullie komen werken. En dit zijn de dingen die wij belangrijk vinden, die 10 zaken. Ik ga er absoluut niet doorlopen, wees niet bang. Maar hoe weten wij nu of onze chefs dit allemaal doen? Wel, dat is heel eenvoudig, we vragen het aan hun mensen. En als hun mensen zeggen dat die chefs dat niet doen tijdens de evaluatie, zijn ze geen chef meer. We zijn geen softe organisatie. En de mensen hebben altijd gelijk. Natuurlijk moet je dat niet vragen aan een team van 3 mensen die kunnen afspreken om iemand weg te krijgen. Maar in de grotere teams, en vanaf 7-8 mensen, en zeker boven 12, we proberen daar niet te veel boven te gaan, de span of control is anders te groot, werkt dat altijd. En de eerste keer dat we dat deden, gewoon maar ter informatie, zeiden onze mensen dat voor 70% van onze chefs, dat het eigenlijk wel goede chefs waren. 20% daar waren kosten aan. 10% kun je niks mee aanvangen. En nu zal ik iets heel leuks voor jullie zeggen. Wie zijn die 10%? Wie waren die 10%? Dat waren experts. In het onderwijs zijn dat dan leraars die directeur worden. Niet waar? In vele gevallen. Het is niet omdat je de beste leraar bent dat je de beste directeur wordt. Niet waar? Dat is bij ons ook zo. Ik probeer niet in een ziekenhuis te geraken waar er een arts aan het hoofd staat. Er een keer op letten, dat zijn meestal niet de beste. Wat wij zien is, chefs kunnen niet met mensen om wanneer ze expert zijn. Er zijn uitzonderingen, maar het zijn uitzonderingen. Ben ik een expert in sociale zekerheid? Forget it. Hebben wij een reusachtige expertise in sociale zekerheid? Wees maar zeker. En dan voel ik mij een goede manager, want daardoor zorg ik ervoor dat er zoveel goede mensen zijn die het wel weten en die aan mij kunnen zeggen wat er moet gebeuren. Maar als ik natuurlijk altijd de slimste ben, dan komt er geen creativiteit in die organisatie.
En in de meeste organisaties pakt men de expert om chef te worden en de slimste wordt de baas en het wordt een slechte organisatie. Zeg niet zo weinig mogelijk aan de mensen wanneer ze moeten werken. Natuurlijk ga je moeten in de klas staan. Natuurlijk gaan er grote veranderingen gebeuren in IT. Ik denk dat Peter Hensen jullie daar meer over heeft verteld dan ik kan doen. Maar het probleem is dat wij gefascineerd zijn door uren. We denken nog altijd alsof mensen aan een lopende band staan. En de uren, dat zegt niets. Want wij kijken alleen naar resultaten. En dan zegt men, dat moet ook, hè, want al jouw mensen werken thuis. Hoe kun je anders weten dat ze werken? Dat is nu echt wel flauwekul. Want ik weet ook niet of ze werken als ze in Brussel zijn tussen 9 en 5. Want je zit achter een computer en dan weet je niet of je werkt. Je moet altijd op resultaten werken. En dan zegt men, ja, je kunt niet alles meten. Zegt men ook zeer veel in het onderwijs. Vind ik heel grappig, want jullie doen niks anders iedere dag. Dan proeven en examens en dat soort dingen. Dan geloof je wel in, maar het zelf geëvalueerd worden niet. Sorry, je moet gewoon dat doen. Je moet beslissen welke resultaten je verwacht van mensen en je moet ze er ook op afrekenen. Natuurlijk moet je niet het soort evaluaties hebben die jullie nu hebben, dat weet ik ook wel. Maar je moet goede kiezen en je moet ze eisen. Want anders zit er weer zo'n luiaard naast je en die zorgt ervoor dat die de sfeer van onderwijs bepaalt. Wij hadden dat ook vroeger. Dus wat wij nu doen is, wij zeggen aan onze teams welke doelstellingen ze moeten halen en de teams beslissen hoe de taken verdeeld worden, zonder de baas erbij. En wat gebeurt er dan? Als er een niet werkt, dan krijgt hij onder zijn voeten van zijn collega's. En die zeggen tegen de baas, smijt die buiten. Want die zorgt er eigenlijk voor dat wij harder moeten werken. Iemand die lui is, is niet een leuke anarchist. Dat is een asociale type die zorgt dat andere mensen harder moeten werken en die dan ook nog een slechtere naam daardoor krijgen. Dus je moet werken op resultaten. Ik ga er heel snel door. Je kunt straks vragen stellen als je dat wil. En we zeggen absoluut niet hoe de mensen moeten werken. Ik ben een jurist, de hele slechte. Ik heb het ook eigenlijk nooit gedaan. Ik heb ook een andere job moeten zoeken. Maar als er een jurist binnenkomt, dan weet ik perfect dat dat een betere jurist is dan ik. Maar ook een betere jurist dan de meeste anderen bij ons. Ze zijn gewoon beter opgeleid. Wat men ook mag zeggen, het onderwijs nu is gewoon veel beter dan 20 jaar geleden. Zowel het middelbare als, zeker het basis, maar ook het middelbare en het hoger onderwijs. Daar wordt enorm veel over geneut. Gaan we achter ten opzichte van andere landen, zeker Azië, absoluut. We moeten nog een tandje bijzetten, maar dat soort gedoe van vroeger was het beter, forget it, dat is gewoon niet waar. En dus zeggen wij niet aan onze mensen hoe ze moeten uitvoeren waarvoor ze opgeleid zijn. We zeggen welke resultaten ze moeten halen. En als ze het niet goed weten, dan vragen ze het wel aan hun collega's hoe ze het moeten aanpakken. Maar niet de baas. De baas weet meestal niks over de competenties van mensen. Een baas die dat doet, is niet authentiek. En dan lig je er helemaal bij de millennials. Millennials willen authentieke bazen. Ze willen geen mensen die hen beliegen. Ze willen ook mensen die zeggen, ik heb het daar verkeerd gedaan. Dat is soms moeilijk, zeker voor jongere mensen, om toe te geven, ik heb iets verkeerd gedaan. Maar eigenlijk maakt je dat ongelooflijk vrij als baas. Wees er maar zeker van, ik heb enorm veel verkeerd gedaan. Dit zijn de 8 motoren van verandering. Heb ik veel over onderwijs gezegd? Nee. Heb ik veel gezegd waarvan ik denk dat onderwijs er constant moet over denken? Ik hoop dat jullie dat ook vinden met mij. Want anders gaan jullie niet de mensen vinden, zoals de jonge man dat daarnet heeft gezegd, om het onderwijs te geven zoals het hoort. En weer, je hebt nog altijd dezelfde mensen nodig, zoals altijd. Waarom sta ik hier? Ik ben een jongetje van een papa en een mama die ongeschoold waren. En ik heb kunnen studeren tot en met universiteit door mensen in het onderwijs. Doordat een onderwijzer mij heeft binnengestoken in het middelbaar en dat er iemand van het middelbaar met mijn ouders is komen smeken dat ik naar de unif zou gaan. Dat soort onderwijs heb je voor iedereen nodig. We hebben, Jeff heeft het waarschijnlijk aan iedereen 100 keren uitgelegd, moeten werken met alle talenten van onze mensen. Absoluut. En dat kan alleen maar wanneer je de goede mensen in je organisatie krijgt. En dat is door te werken op deze 8 motoren. Anders lukt het niet. Anders word je kleiner en kleiner tot je niet meer bestaat. En men gaat andere dingen dan vinden. Hè? Dat spreekt vanzelf.
Men gaat andere dingen vinden. Het is belachelijk om dat nu te zeggen, maar men gaat inderdaad toestellen maken dan die het werk van jullie maken. Wat van jullie doen. En dat moeten we niet hebben in de toekomst. Heb ik de waarheid in pacht? Nee, natuurlijk. Iedere dag zien we nog dat we iets totaal verkeerd hebben aangepakt. 70% van de projecten van verandering zijn mislukt of dreigen te mislukken. En dat is altijd zo. Je moet daarmee leven. En dus moet je constant zitten denken van hoe kunnen we veranderen? Hoe kunnen we veranderen? Iedere gelijkenis is totaal toevallig. Want de man die deze presentatie samen met mij gemaakt heeft, zit hier in de zaal. Dat is Jantje Rozen. Hij zal natuurlijk niet durven rechtstaan, want hij is ongelooflijk verlegen. Maar hij heeft deze foto gevonden van een Duitse schilder. Dank u wel en mocht u vragen hebben, ik ben ter uw beschikking.